Wat is er vanochtend gebeurd? Nou, om 8:15 kwam er bij ons van de overkant van de flat het dak los. En die woei dus tegen onze flat aan, tegen de ramen. Dus wij zaten precies in de hoek waar het tegenaan kwam. Mijn buurvrouw en boven, precies die hoek. En alle, ja, die grote ramen, die dubbele ramen, helemaal aan diggels. En het was een enorme klap gewoon. Ja, ik stond te trillen op mijn benen. Ik ben gelijk naar mijn buurvrouw gegaan, maar daar was het nog erger. Want daar was het glas dus helemaal stuk en de hele kamer lag vol glas. Dus ja, we hebben daar samen staan te huilen. In totaal zijn er 24 woningen ontruimd. Straten om het flatgebouw heen zijn afgezet. Er is wat van een dak afgewaaid. Ik denk van een dak afgewaaid. Ja, nou, en toen had ik me aangekleed natuurlijk. Toen ging ik kijken. Toen zag ik ook dat die rollen asfalt liggen achter. Hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Nou, die flats aan de overkant, ik weet niet of u dat weet, dat is op slopen geënt. En ja, dit is de laatste flat die gesloopt moet worden. Na zoveel jaren, dus ja. Had dat maar de eerste geweest. Ja, precies, ja. Ja. Dan was dit niet gebeurd. Maar ja, als, daar heb je niks aan. Bewoners worden opgevangen in een buurthuis om de hoek. Er zijn geen gewonden.